In deze videotraining laat ik zien hoe je in en outside kunt werken met projecten. Let op, ik werk in een standaard meegeleverde Insight en deze kan er geheel anders uitzien dan die van jullie. Door project self-service kunnen interne en externe teamleden via internet, waar en wanneer ze maar willen, samenwerken aan projecten. Je ziet de aanwezige voorcalculatie, alle projecten en alle teams. Ook zie ik mijn projecten en mijn teams, dus waar ik als teamlid aan gekoppeld ben. Daarnaast kun je ook uren boeken en uren accorderen. Uiteraard is de zichtbaarheid van deze mogelijkheden afhankelijk van de autorisatie en de inrichting. Voor meer informatie over de inrichting, bekijk de video waarvan je de link nu in je beeld ziet staan. Ik zie mijn projecten en hier zie ik de projecten en mijn rol hierin. Ik open een project waar Kees Sandbergen een consultant is en de sitebeheerder heeft de pagina's per rol ingericht. Zo ziet Kees hier naast wat basisinformatie bijvoorbeeld ook de voorgecalculeerde uren voor dit project, zodat hij als consultant weet hoe het project is opgebouwd. Als ik vervolgens een project open waar Kees projectleider is, dan zie ik meer informatie. Bijvoorbeeld ook de opbrengst en de overige teamleden die aan het project gekoppeld zijn. Ook kun je met project self-service bestaande projecten aanpassen. Als ik nu naar alle projecten ga, zie ik ook projecten waar ik dus geen deel van uitmaak van het gekoppelde team. Ik open een project en omdat ik geen actieve rol heb, krijg ik alleen de basisgegevens te zien. Open ik nu een project waar ik geen deel van uitmaak, maar wel projectgroepmanager ben, dan zie je dat ik heel veel detailinformatie krijg. En dat is precies wat je wilt als je bijvoorbeeld directielid of afdelingmanager bent. Terug naar de overzichtspagina zie je dat ik ook een nieuw project kan aanmaken. In Profit zijn profielen aangemaakt, waardoor er velden verborgen kunnen zijn, maar waardoor ook velden eventueel automatisch gevuld worden. Klik op aanmaken als je het project definitief wilt maken. In de eigenschappen van een nieuwe project zie je keurig de uit het profiel overgenomen voorcalculatieregels. In het overzicht van de teams zie je alle aanwezige teams. Je kunt hier verder op inzoomen door de eigenschappen te openen. Je ziet de teamleden en de gekoppelde projecten. En je kunt uiteraard ook doorklikken op een specifiek teamlid of op een project. Daarnaast kan je via Insight ook je uren boeken. Ik selecteer een boekingslayout. Je kan via deze weg ook je declaraties boeken, maar je zou dit ook kunnen doen via de workflow. En wil je weten hoe dat werkt, klik dan op de link die nu in je beeld staat. Profit selecteert mij automatisch als gebruiker en ik selecteer vervolgens boekjaar 2014 en periode 9. Je ziet dat er in deze periode al 2 dagen geboekt zijn. Wanneer je nu je uren geboekt hebt, voltooi je je boekingslayout. Afhankelijk van je autorisatie kun je deze uren vervolgens accorderen en gereed melden. Als medewerker zou je bijvoorbeeld wel je uren mogen accorderen, maar deze niet gereed mogen melden. En als manager zou je dat weer wel mogen, omdat hij of zij bepaalt welke uren gefactureerd mogen worden. Je ziet ook de vinkjes in de regel verschijnen als deze geaccordeerd of gereed gemeld is. Je kan ook een externe projectleider in een team plaatsen. Dit is geen medewerker, maar juist een extern persoon. En het mooie van project self-service is dat deze persoon het project juist kan volgen via outside. En let op dat ook voor outside geldt dat deze er volledig anders uit kan zien dan bij jullie. In mijn geval ga ik onder klantportal, naar projecten. En hier zie ik alle projecten waar deze persoon aan gekoppeld is. Ik open een project. En je ziet hier inderdaad de eigenschappen en ook het projectdossier. En in het projectdossier kun je dus eenvoudig informatie voor externen plaatsen. Zo zie je dat het heel eenvoudig is om met medewerkers en externen samen aan een project te werken. Tot zover deze videotraining over het gebruik van project self-service.